Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag en vandaag heb ik in mijn winkel een afspraak omdat er iemand de dispensers komt ophalen. Het is nu trouwens al redelijk laat in de ochtend, het is al 11 uur. Maar ik was eigenlijk heel de ochtend bezig met het editen van vlogs en ik was gewoon even mijn vlogcamera kwijt, dus dat heb ik niet gevonden. In mijn auto zit er trouwens een trapje omdat ik de ramen van mijn winkel nog moet wassen. Een weg die ik redelijk lang heb uitgesteld en vandaag een beginnetje aan gaan maken. Ik ben in de winkel, of toch wat er nog van overschiet. En ik ga straks komt iemand de dispensers ophalen en ik ga ze nu allemaal klaarzetten. Gisteren had ik een pomp gelegd en nu is mijn vloer heel in zeepsop, dus ik ga dat eerst removen met wat water. Alle dispensers zijn net opgehaald en ik ben weer rood aan het zweten. Hallo, ben je thuis? Het is nu 20 na 1 en ik ben thuis. Normaal mag ik 1 september proberen te werken. Ik hoop het, want ik heb doordat ik zelf ontslaap, pakt geen uitkering. We hebben mijn veggie haak, champignons, paprika, pijnboompetten, zonnebloempetten, sla en cashewspread. Ik heb mail gekregen van Artevelde Hogeschool met een camcover en een studentenkaart. Lang is dag geleden, zeg. Buiten is het al redelijk koud, maar binnen is het nog. Ik heb trouwens alle vlogs geëdit die ik wou editen. Yes! Nee, dat betekent niet dat er geen meer op de planning staan, maar ik ben blij met wat ik vandaag bereikt heb daarin. Hey, ik kom net uit de douche. Nog een nachtcrème aangedaan. Ik vergeet echt constant nachtcrème. Ik heb zo het gevoel hoe minder miserie je hebt met je huid, hoe minder skincare dat je doet. Maar misschien kan ik ook gewoon verkeerd zijn. Want ik heb het geluk, houd vast houden, dat ik eigenlijk heel weinig last heb van acne of zo. Ik heb trouwens echt deze een badjas nodig, want na het douchen loop ik nogal veel zo rond. En hier gaat dat, maar in het is dat toch een beetje akkoord. Ik zou echt eens mijn stapel kleren moeten wegdoen en say hello to Monsieur Hedwig. Deze heb ik jaren geleden laten maken in de Body Shop. En het heeft geur van poppies. Super lekker. Dit is een body butter. De zon is zo mooi aan het zetten. Ja, ik heb misschien een mogelijkheid om mijn job terug te krijgen. Dinsdag zou het Goed Schepen College komen en dan donderdag zou ik gewoon of ik. Donderdag zou ik dan eventueel terug mogen werken als schoonmaker. Weet dat. Niet mijn droomjob, maar ik weet gewoon even niet wat ik wil. Of ja, ik weet het wel, maar is op dit moment onmogelijk. Hallo, het is nu 9:30 en ik ga slapen, dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Ik ga trouwens zo vroeg gaan slapen omdat ik redelijk moe ben en ook gewoon ja, omdat dat nu mijn ritme is geworden ofzo. Het is wel raar om
na 9 uur nog op te zijn of na 10 uur nog op te zijn. Dus ga ik slapen.